Er is een man die rent in alle haast naar de haven. Oké. Okay. Ja, en hij gaat duidelijk reizen, want hij zowel links als rechts heeft hij een koffer in zijn handen. Ja. En hij komt daar nogal, nou met grote haast komt hij aan rennen, weet je wel. Want hij ziet namelijk de boot. Ach. De boot ziet hij gaan. Dus hij roept van een hele enorme afstand, roept hij, hou die boot tegen! Hou die boot tegen! Dus hij rent richting de kade natuurlijk, want hij moet die boot nog zien te halen. Dus daar volledig buiten adem, het zweet guts werkelijk van zijn hoofd af. Weet je wel, staat hij in de rand van die kade. Maar ja, die boot, die ligt een stuk van de kade af. Ach. Dus hij denkt, ik moet wat doen. Dus hij gooit eerst de ene koffer, gooit die aan boord, weet je wel, vervolgens de andere koffer. Hup, erachteraan, weet je wel. Dan rent hij naar achteren, neemt een aanloop. En wat denk je dat hij doet? Hij springt in één keer over dat gapende gat en hangt alleen nog met zijn handen aan de reling van de boot. Langzaam maar zeker klautert hij aan boord. En één van de matrozen van het schip kijkt de man iets wat verward aan. Hij zegt zo... Dat was op het nippertje, roept die man. Zegt die matroos, nou, nippertje, we moeten nog aanleggen.